22 april. Goedemorgen, vrienden. Vandaag een fantastische tekst uit Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Boven deze tekst hebben wij geschreven: God zal voorzien. Mijn God, daar begint het mee. Mijn God zal u geven, zal in uw nood voorzien. Eén ding staat vast, wij mogen op God vertrouwen dat hij zal voorzien. Er komt voorziening. Van wie? Van mijn God. Kunt u zeggen mijn God? Kunt u het met uw hele hart zeggen? Is hij uw God? Dat komt nog alles door de Bijbel weer tot ons. Iedere keer weer opnieuw. Mijn God zal voorzien. Mijn God zal u helpen. De Heer uw God, uw God is met u. Dat is steeds dat punt van het allergrootste belang. Mijn God. En dan zal onze God, uw God, naar zijn rijkdom, dat is de hele hemel hoor, de hele hemel en alle schat in de hemel. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28 dat God zal zijn rijke schatkamer, de hemel, die zal die over u openen. En dat zal hij doen ook. En hij zal in alles wat u nodig hebt, daar staat echt alles, nadrukkelijk zegt het, alles wat u nodig hebt, dat is dus onbeperkt, dat is onbegrensd. Trek alsjeblieft nu niet ergens een grens waar God hem niet getrokken heeft. Zeg niet, nou dat kan niet en dat wil God niet doen, want daar staat echt nergens. Wat mensen zeggen, wat mensen ervan gemaakt hebben, daar wil ik niet naar luisteren. Wat God zegt in zijn woord, dat is bepalen. En God zegt, in alles wil hij voorzien. In alles wil hij een doorbraak geven in uw leven. De wereld van God is die onbeperkte en onbegrensde wereld. Dat onze God zal geven naar zijn rijkdom. Boven bidden, boven denken, in alle overvloed. Door Jezus Christus, onze Heer. Uw Heer, naar zijn rijkdom. Is dat niet fantastisch? God wil u de hemelse rijkdommen geven. God zegen u, geniet ervan en beleef het vandaag. Tot morgen.